We staan hier op het terrein van Serious Request. En aankomende zondag gaat het echt van start. De puntjes op de i worden nu nog gezet. Want ja, zoals je ziet staat er nog van alles. Het huis staat al wel. En we krijgen zo een rondleiding van Sophie. Ja, komt u binnen. Jullie hebben best wel originele donateurs, zoals bijvoorbeeld Joy for Toy. Heb je nog andere van dit soort donateurs? We hebben echt, als we kijken naar hoeveel mensen er al in actie zijn gekomen voor 3FM Series Request en voor Stichting ALS. Ik denk dat er, als je het vergelijkt met vorig jaar, dat al 2 keer zoveel acties zijn aangemaakt door mensen. En wat blijft jou dan een beetje bij? Wat je denkt, dit is grappig. Mensen die naar Nijmegen komen wandelen, dat is dan 30, 40 kilometer. Mensen die koekjes gaan bakken, armbandjes maken. Zo'n hele grote vrachtwagenband die ze dan gaan omdraaien. De Tire Challenge of zo, die echt een paar 100 kilo weegt. Ja, mensen doen echt de gekste dingen. En ik geniet ervan om dat allemaal te zien. En als er nou iets voor jou binnenkomt, wat zijn grenzen? Ja, mijn hoofd kaal scheren, dat staat mij echt niet. Ik heb wel zo'n app geprobeerd op Snapchat, zo'n filter, weet je wel. Nou, dat zag er echt niet uit. Maar mensen kunnen het altijd proberen. Als er geld binnenkomt voor Stichting ALS Nederland, dan wil ik alles in ieder geval overwegen. En wat is het dan bedrag? Vanaf wanneer ga je kaal? Vanaf wanneer ga ik kaal? Nou, 1 miljoen zou lekker zijn. Bij binnenkomst zie je eigenlijk meteen de radiostudio, waar de magic eigenlijk moet gebeuren. Dan kijk je verderop, om het hoekje is de soort van woonkamer. Niet echt privacy, want iedereen kan je natuurlijk daar gewoon zien zitten. Eigenlijk voor alles wat voor de schermen gebeurt. Wat achter de schermen gebeurt is voor niemand zichtbaar. Wij mochten eventjes kijken. Wat je ziet is de slaapkamer. Er zijn 2 slaapkamers. 1 voor alleen Sophie en 1 voor de allebei de mannen. En dan heb je nog de badkamer. Ik vind het er netjes uitzien, maar over 7 dagen... Maar het kloppend hart van Serious Request zit in de Sint-Stevenskerk. In de nieuw verbouwde kapel zit namelijk een enorme regiekamer waar alles wordt geregeerd. Dus de lichten, het geluid, wat je op de televisie ziet, alles. Dit is de artiesten-entree. Gaan ze hier waarschijnlijk aanbellen. En er is ook een enorm podium. En op dat podium komt onder andere S10, René Vroger en Tom O'Dell optreden. En hoe ga jij jouw tijd verdrijven? Misschien een beetje standaard vraag, maar wat ga je doen zonder telefoon? Ja, ik ga naar buiten kijken. Ik ga naar mensen zwaaien. Ik ga bij de brieven bestaan om toch mensen persoonlijk te bedanken voor hun donatie. Ik ga met artiesten kletsen die langskomen. Ik ga een soort glazen huis, gastvrouwen ga ik spelen en zijn. En ik kan niet wachten om mensen hier te ontvangen. Dus ik denk dat het wel goed komt eigenlijk. Hoe ga je het weer oppakken na het glazen huis? Ik zou het eigenlijk niet weten, want ik ben zo gefocust op het glazen huis dat ik daarna bestaat het nog niet voor mij. Dus het is op 24 december wordt het echt, als we eruit gaan, een soort van harde stop. En dan denk ik dat ik gewoon heel gelukzalig voor me uitstaar bij het kerstdiner met mijn familie. En dan begint er een soort tweede leven na het glazen huis. En hoe dat eruit ziet, ik zou het echt niet weten.